Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld, zegt UNICEF. En dat komt voor een groot deel hoe wij onze kinderen opvoeden. Rina May Acosta is van oorsprong Amerikaanse en ze schreef er een boek over dat uitkomt in Engeland en Amerika. En op maandag besteden we aandacht aan sport. En dat kan natuurlijk met niemand anders dan René van den Berg en Gert Kruis. Goedenavond, maandag 16 januari, dit is U Vandaag. Rina May Acosta werd verliefd op een Nederlander en trok van San Francisco naar Nederland. En inmiddels zijn we twee kinderen verder en woont het gezin in Doorn. En daar schreef ze het boek The Happiest Kids in the World, Bringing Up Children the Dutch Way. Met een mooie bakfiets op de voorkant. Hoe je je kind dus op de Nederlandse manier kunt opvoeden. Rina May, fijn dat je er bent. Met twee Nederlandse papa's ook aan tafel. En opa, ja, zelfs Gert. Grandpa. Yeah. Grandpa. Granddad. Rina, jouw boek heb je hier geschreven samen met nog een expat mom, een Britse. Ja, en nu wordt het uitgegeven in Engeland, Amerika, in Nederland. In Nederland, in de toekomst Canada, Australië, New Zealand, wow. Finland, China. Hoe voelt dat? Rusland. Ik heb nooit dit verwacht. Het is een soort sprookje. Wauw, want het is ooit begonnen met een blog die je hebt geschreven. Ja. Die ging echt viral. En dan heb ik het echt over miljoenen keren gelezen. Ongeveer nu 4-5 miljoen ja, views voor één blogpost. En het idee was toen de 8 secrets van het blije Nederlandse kinderen. Nou, nu is het dus dit boek geworden. Waarom zijn Nederlandse kindjes dan de gelukkigste? Inderdaad, het is bevestigd door UNICEF. Het is niet iets wat jij zegt. Waar zit hem dat in? Het was twee keer dat zij hebben gevonden de Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste. Eerst in 2007 en 2013. 95% van de Nederlandse kinderen hebben gezegd dat zij echt gelukkig zijn. En je schrijft bijvoorbeeld in je boek heb je dan voorbeelden van ze mogen zelf buiten spelen, ze hebben niet altijd huiswerk, ze mogen bijvoorbeeld fietsen naar school. Ja, voor ons klinkt dat eigenlijk heel normaal. Is dat dan zo bijzonder? Het is echt bijzonder. Het is een vrijheid om een kind te zijn, om een kind te worden. Children don't have stress. I mean, they can go to school and actually enjoy going to school. They can bike to school, play outside without having to worry about the police coming and their parents getting in trouble. Maar de politie, ik bedoel, want jij komt oorspronkelijk uit Amerika. Yeah. Hoe heb jij dan jouw jeugd ervaren? Ik ben dankbaar voor alles wat mijn ouders hebben gegeven en sacrifices zij hebben gedaan. Maar ik was echt niet een blije kind. Ik was meer een tiger mothering, where everything was dependent on how well I did in school. Dus heel veel, erg veel prestatiedruk. Echt prestatiedruk. Ik begint in elementary school. De basisschool al? De basisschool ook. In high school was echt niet een leuke tijd voor mij. Het was altijd studeren. I had to be the perfect child, not only in school, but I had to play music, do dance. And I wasn't really a kid. It was always trying to get to the higher level. Je moest altijd maar je best een beentje voorzetten. Ja, yeah, altijd my best. René heeft twee tienerdochters. Nou, is het veranderd? Want ik heb het idee dat in Nederland wij ook sprake hebben van een prestatiemaatschappij. En dat wij onze kinderen ook heel vaak naar de beste scholen, de hoogste scholen. Je moet de grootste en de beste opleiding doen. Dus ik denk dat wij dat ook doen. Well, that is look. Het is goed reden waarom dit boek is geschreven. Uh-huh. Want ik denk het is tijd voor de Nederlandse maatschappij om te zeggen, wacht even, we're doing something right. Ik denk dat de presentatiedruk nu is van de invloed van Americans, toch? Mm-hmm. Yeah. Yeah. But let's talk up as a society, as Dutch people, you know. Wacht maar, onze kinderen zijn de gelukkigste in de wereld. Dus we moeten het eigenlijk meer beseffen dat we eigenlijk juist, terwijl we ze gewoon lekker op de fiets laten, dat het iets bijzonders is. Dat we wat relaxter moeten omgaan met onze kinderen. Ja. Want Gert, jij hebt nu kleinkinderen, hartstikke leuk. Maar herken jij wel dat gevoel van ze mogen lekker buiten spelen, voetbal in jouw geval? Ja, nou ja, ik herken wel dat het ook hier steeds meer, wat René echt zegt, merk ik ook wel bij het voetballen, dat al heel snel geselecteerd wordt, dat al heel snel kinderen onder een bepaalde druk gezet worden. Nou ja, en je zegt terecht, dat moeten we vanaf.
ik run tegenwoordig een voetbalschool waarbij ik heel veel ruimte voor het speelse element laat gaan. Laat ze zich lekker ontwikkelen. Maar jouw zoon is ook prof geworden, dus ja. Heb je hem wel een beetje... Ik heb hem altijd gedrild. Ja, 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 ja. Nee, maar ik probeerde het toch altijd met Rick, want die stond ook altijd onder een behoorlijke druk, want dat wordt opgelegd bij de zoon betaald. Van, hè? Ja. Justin Kluivert. En dat probeerde hij juist helemaal vanaf te halen. Mijn schoonzoon trouwens ook profvoetballer. Is ook zoon van een voetballer, Gianluca Nijholt. Kun je nagaan met hoeveel druk die jongens dan moesten omgaan. En ik probeerde dat zelf wat rustig te... Ja. Mina, we hebben, omdat de happiest kids in the world, we wilden dat even testen. Dus we zijn naar een basisschool in Utrecht gegaan en we hebben gevraagd waar kinderen blij van worden. En wat is nou iets waar jij nou heel erg blij van wordt? Als ik met mijn vriendinnen speel. Mijn vrienden. Voetbal. Als ik in het bos ben. Een stickertje of een ander spel. We spelen soms wel tikkertje. Of tientallen in de rimboe. En dan allemaal dierengeluiden hoor, want ik hou van dieren. Ja, je moet gewoon achter een bal rennen en in het doel schoppen. Ja, dan ben ik vrij en dat vind ik nou leuk. Vrij van dingen. Waar word je echt blij van als je denkt aan eten? Pizza. Ja, ik vind bruine pasta heel erg lekker. Spaghetti vind ik wel lekker. Chinese koekjes. Nou, mijn mond wordt er wel blij van. Van, oh, het voelt echt zo lekker. Dit jongetje beschrijft de chocopasta. De dochter zat er ook in, hè? Ja. Oh, nee, ze heeft twee jongetjes en twee zonnetjes. Marinetje vindt trouwens alles lekker wat hij hoort, hè? Maar het eindigde met chocopasta en jij zegt eigenlijk, hagelslag, dat hoort er ook een beetje bij. It was een soort grapje, de hagelslag. Maar de bigger boodschap is dat there is a moderation. Let children eat the hagelslag, but they also exercise. Dus ja. Alles met gewoon geniet, maar met mate. Dus mag wel, maar niet... En als je nou tips aan moeders in Amerika of weet ik veel, Engeland... Wat is dan de tip die jij zou meegeven van de Nederlandse opvoeding? First and foremost, no matter what culture you're part of... that the child should know unconditional love. Ze moeten gewoon weten dat ze echt van je gehouden wordt. Ja, en... To let the child be a child and to discover whatever passions they have. And that what's wonderful about Dutch culture is that children are not an extension of the parents. Maar ze mogen zo'n beetje hun eigen identiteit hebben. Ja, een identiteit. En daarom kinderen, whatever they choose to, if they're given the ruimte te leren. Ze mogen dus zelf ontdekken. Rina, dit boek is nu in het Engels. Wanneer komt de Nederlandse versie? On April 4th. Oké, in April 4th. Nou, dank alvast. We praten ook mee over voetbal. Misschien is het wat voor toch alles van voetbal? Ja, precies. Is het ook wat voor jou, jongens? Gert en René, we hadden net in uw nieuws het verhaal over spreekoren bij FC Utrecht. NOS heeft... excuses aangeboden. Een rabbijn die zegt weer, besef wel hoe kwetsend het is. Hoe kijk jij daarnaar, Gert? Nou, ik keur het sowieso af, want op de velden horen deze spreekoren niet. Het is wel zo, als je de aandacht op FC Utrecht vestigt afgelopen zaterdagavond, dan moet je het op alle velden doen. Want we zien ook bij een heleboel andere clubs dat die spreekoren er zijn. Moet er gewoon uit het stadion, moet niet gebeuren. Maar dan moet je wel consequent zijn en moet je iedereen en elke club bestraffen. En Ajax zelf moet ook voorkomen dat de supporters het daar gebruiken als een geuzennaam. Ja, oké. Nou, dat hebben we getackled. We gaan naar afgelopen weekend, want FC Utrecht speelde tegen Sparta. Gewonnen. Nou, dat is altijd goed nieuws. Hoe vond jij de wedstrijd? Gert. Nee, Utrecht is on fire. Utrecht is na de winterstop er weer heel goed uitgekomen. Zijn gestart met een overwinning. Dat wil je graag als club. En Utrecht is al een hele reeks onafgebroken, ongeslagen. En we gaan ons opmaken, René, voor een geweldige wedstrijd. Ja, weet je, dat is een beetje het verhaal van deze winter. De weersomstandigheden waren niet goed. Utrecht heeft geen goed trainingskamp gehad. Utrecht is in Limburg geweest, had gehoopt om goede velden te krijgen. Die waren er niet. Dus men heeft moeten improviseren om zich klaar te maken voor deze wedstrijd. En als je dan ziet dat Utrecht uiteindelijk in de slotfase van Sparta weet te winnen... ja, dan is dat knap. Willem Jansen had het erover. Willem Jansen zei tegen mij van... we hebben zoveel geoefend op standaard situaties. Daar komt de 1-1 uit. En dan kan je zien hoe ver Utrecht in feite is. Tegenwoordig kan je heel veel doen op statistieken. En we wisten... dat zij heel kwetsbaar zijn in spelervattingen, maar ook score uit spelervattingen. Dus het kwam vandaag allebei uit. En ik denk dat we de eerste helft al met die bal die ik op de lat
met een halve omhaal, dat we daar aan de kerel dichtbij waren. En top dat je zo'n moment aangrijpt om terug te komen in de wedstrijd. When you not play for 6 months, you start visualizing things and you start like daydreaming and night dreaming and about different moments. But I couldn't even write this script, to be honest. Ja, we weten dat we sterk zijn aan het eind, conditioneel goed. Ja, dan maakt Chris ook nog die prachtige goal en ja, is hem echt gegund. And to stand there and see the fans, some fans in their eyes, and see them screaming and they point the finger at me and I just stand looking at them. It was really nice to share with them. They traveled here on a cold Saturday night where they could be out partying or something, but they came down here and showed the wonderful support. Dat is wel heel bijzonder, die jongens. Echt een beetje emotioneel ervan. Ik moet eerlijk zeggen, dat maak je niet veel mee. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar dat een jongen zo ongelooflijk blij is met zijn treffen. Hij huilde op het veld. Oh. Het was werkelijk waar geweldig om te zien hoe Christoffer Peterson, en die komt van ver, hè, hoe hij dit heeft kunnen bewerkstelligen en het heeft kunnen terugbetalen. Het vertrouwen van de trainer heeft hij kunnen terugbetalen met een doelpunt. Dat is geweldig. Nou ja, er zit wel een heel verhaal achter natuurlijk. Want deze jongen wacht al heel lang op zijn kans. Is eigenlijk van origine linker spits. Wordt dan nu op een andere positie wordt hij klaargestoomd voor het grote werk. Is al heel vaak niet bij de eerste ploeg geweest. Dan komt hij erbij. En wij waren getuige afgelopen maandag even bij de wedstrijd tussen Jong Utrecht en Jong Vitesse. En toen speelde hij geweldig. En toen zeiden we al zaterdag voor de wedstrijd, als hij gaat komen in de wedstrijd, gaat hij wat doen. Okay, dus hij zat echt helemaal goed in zijn vel. Hij zat echt goed in zijn vel. En nu dus ook het feit dat ze dus in de 88e minuut hebben gescoord. Dat zegt ook iets over hoe de ploeg eraan toe is? Belangrijk wapen, hè, René? Ja. We hebben het er vaak over gehad. Utrecht traint, maakt heel veel uren. Zijn fysiek heel sterk, heel goed. En je ziet elke tegenstander de laatste tijd, zie je in de eindfase vermoeid raken. Die zijn dan leeg gespeeld. En Utrecht heeft dan het vermogen om steeds toe te slaan om dan de beslissende goal te maken. Nou, weet je, het is heel opvallend als je ziet de periode dat Ten Hag kwam, dat hij heel lang begon te trainen. Ruim 2 uur stond hij op het voetbalveld met die jongens. Daar werd mokkend over gedaan en daar was men niet altijd even die blij mee. Die jongens waren natuurlijk een liefdebeest, hè? Ja, die spelers die hadden daar moeite mee. Nee, maar die spelers hadden daar moeite mee. En uiteindelijk zie je nu, en nu voelen ze het, spelers zeggen het je ook, zij voelen dus in de wedstrijd dat zij sterker zijn dan hun tegenstander. En ja, dat doet zoveel met een speler dat we je niet weten. En over luxe gesproken, ze hebben ook wat luxe problemen, toch? Ja, Gert had het erover. Kijk, we hebben natuurlijk David Jensen en Robin Ruiter. Waar gaan we voor kiezen? We hebben 2 geweldige keepers. Robin Ruiter is gewoon voor de Eredivisie een geweldige keeper. Heeft zijn sporen verdiend. Maar er is een nieuwe doelman bijgekomen. David Jensen, een Deense keeper. Ja, die het voortreffelijk doet. Het wordt wel een Scandinavisch gezelschap. Ja, maar even, er kan er maar 1 keeper, zoals je het weet. Ja, he, voetbal, dat voetbal, weet ik dan nog wel. Only voetbal, one, met zijn handen. One goalkeeper. He can play with his head. Dus ze hebben 2 hele goede keepers. En Robin Ruiter is nog niet fit. Maar straks wordt het een moeilijke keuze voor trainer Erik ten Hag om daar de beslissing te nemen. Plus het feit, we hebben nog wat luxe problemen. Want Peterson dient zich aan als spits. We hebben Alain Zivkovic, het koningskoppel. Maar Peterson, geweldig. Heeft hij in ieder geval gesolliciteerd maar voor die plek? Maar wie gaat er nou spelen tegen Ajax? Ik denk dat we toch gaan beginnen als 2 spitsen, Alain en Zivkovic. En ik denk even, René, we houden Peterson achter de hand. Maar dat is wel een luxe. Ik wil even weten van Rina, want die heeft natuurlijk 2 kleine zoontjes. Eentje, kan die al lopen? Ja, de 2 kan lopen. Is er al enig interesse in het voetballen? Een beetje, de oudere. Je moet een bal kopen. Een bal? en die moet je dus elke keer voor zijn voeten gooien. Wel, ik probeer hem, hoe zeg je, Nederlandse opvoeden te doen. So ja, maar wij hebben de beste opvoeding van de hele wereld, hè? Ja, maar ik wil niet te veel. Maar je moet niet doorslaan, hè? Dat, je dat je helemaal geen druk meer heeft. Gertse kleinkinderen, die worden echt gedrild met een bal, hè? Voetbal. Dat is een uitzondering. Voetbal is een uitzondering. Ja, alles waar moet voorstaan is niet goed. Laat ze zich ontwikkelen. Ja. En laat ze het leuk vinden. Kinderen moeten het leuk vinden. Die bal heb je in ieder geval. Ja, de bal. Kijk, dat is... Nou, tot slot, wat is er trending vandaag? Er komt stevige vorst aan. Al is er nu nog niet echt veel ijs. Maar goed, op onze site en op onze Facebookpagina beginnen mensen zich al een beetje lekker te maken voor het eventuele schaatsen. Maar ga niet te vroeg het ijs op, want dan gebeurt er dit. Oh. Oh, dit is wel sneu. Ja, het is wel sneu, ja. En dit zenden we ook nog ongeveer elke dag uit. Maar het is gewoon bedoelen dat ook als waarschuwing. Ja, en René moet natuurlijk helemaal uitkijken. Nee, jij moet uitkijken dat het niet te diep is, anders ga je kopje onder.
Dus als u in ieder geval op onze site staat, ook tips wat je kan doen om als er eenmaal wel ijs ligt, vaak bij het Leersumse veld, daar ligt als eerste mobiel mee en nooit alleen gaan. Ik bedank mijn gasten, René van Berg. Zijn we al klaar? Ja, René. Was dit zit er al was op. Dit het? Ja, wat zit er op. Hoe vond je het? Leuk. Ja, tuurlijk. Ja, het is ook heel leuk hier. Maar dank heren en Winomee Acosta voor jouw verhaal over de gelukkigste kinderen van de wereld. En ik bedank u voor het kijken. Fijne avond nog. Thank you.